Matthias, met het vreugdegebaar van Ronnie Deila te zien richting het Brugse vak na de wedstrijd op Westerlo, heb je al terug wat Ivan Leko-vibes? Helemaal. Ik wou dat precies ook een beetje aan Michel Prudhomme. Ik kan niet zeggen dezelfde danspasjes, maar zo een beetje een perfecte mix tussen ja, mijn twee favoriete coaches van het recente clubverleden, namelijk Michel Prudhomme en Ivan Leko. Dus ik ben zeer blij en opgetogen en ik had al een beetje een Deila-fetish toen hij werd aangekondigd, maar nu werd het nog eens extra beklonken, dus zeer, zeer tevreden. Absoluut. Ja. Over die mooie overwinning op het Kuipje en zoveel meer vandaag in de Klokkenpodcast, nog steeds de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. Carrasco, daar is het. En daar is het. Oh, met een mirakel. Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Niels Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken. Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3, Scott Olsen. Frankie van der Elf, het is er. Matthias, welkom terug ook dit seizoen. Hè. Het is vandaag trouwens onze 99ste aflevering die we ooit opnemen met de klok. Ben je klaar om er nog een seizoentje tegenaan te gaan? Absoluut. Ik zou zeggen, nog meer druk voor de gasten van volgende week, want dat wordt dan de 100ste, onze century aflevering. Maar, we zitten er zelf in, hè, Matthias, alle twee. Ja, dat klopt. Juist. Ja, absoluut. Dus eigenlijk extra druk voor ons. Maar nee, het is altijd een genoegen om hier te staan, zeker met jullie boys. En ik kijk er geweldig naar uit. En het is voor mij ook een beetje een kick-off van het seizoen van de klokken bij deze. Ja. Ja. En ook dit seizoen is opnieuw Hans Noël erbij, bij ons in de Klokkenpodcast. Hans, klaar om terug een seizoen te knallen met onze podcast? Helemaal, laat maar komen. Ja. En voor jou is het seizoen al extra vroeg gestart, want ik heb gehoord dat je al een Europese away erop hebt zitten, Hans. Ja, ik ben inderdaad, vorige week ben ik onze club nagereisd, maar ik was niet alleen. We waren toch met naar schatting 1200 clubfans, die op allerlei manieren, vliegtuig, bus, minibusjes, die ter plaatse zijn geraakt. Eentje had wel een heel speciaal traject. Die had zijn fiets meegenomen op de bus en op de trein. En die zou vanuit Aarhus in 8 fietsdagen het traject Aarhus-Oostkamp afleggen. En daarbij zou hij zijn beide passies combineren, namelijk het fietsen en Club Brugge. En hij gaf aan dat hij door mooie natuur zou kunnen rijden. Maar hij zou niet op tijd terug zijn voor donderdag, dat vond hij jammer. Maar het was al bij al een tegenvallende Europese verplaatsing. Maar zoals bij elke Europese verplaatsing kun je er altijd een mooi hoofdstuk over schrijven. Dus dat was ook bij deze het geval. Mm-hmm. En tegenvaller dan enkel maar sportief of ook extra sportief? Nee, 100% sportief. Ik moet zeggen dat extra sportief, wanneer je met 1200 man het centrum van een Europese stad als Aarhus, toch de tweede grootste in Denemarken, op een donderdag namiddag inneemt, dat toch altijd een leuk gevoel is, overal waar je in Europa gaat. Want dan wordt het centrum ingenomen door enthousiaste Club Brugge supporters en dus op dat vlak, we zijn ook met 7 man, 2 auto's heen en terug gereden, was dat een heel geslaagde Europese away. Maar sportief was dat een dikke tegenvaller, omdat we toch het gevoel hadden dat Club Brugge niet bij de zaak was. En ik had dat al in de namiddag, toen we er nog maar toe kwamen en de tickets gingen gaan ophalen in de Irish Pub, zagen we eerst Jorne Spileers, Stan O'Doye en Mechelen. En dan had ik zoiets van, ja, maar die mannen moeten die niet een tactische bespreking meemaken, moeten die niet rusten, moeten die geen sportmaaltijd nuttigen. Want het was van 1986 geleden dat ik op een matchdag Europees away nog spelers had tegengekomen. En dan liep het valikant af voor ons. Espanyol Barcelona, 2-0 heenwedstrijd, halve finales, UEFA League en UEFA ja, League. Cup beter en dan 3-0 in Espanyol. Dus ik begreep dat niet, maar dat is denk ik de nieuwe stijl. Ronnie Deila, die vrijheid, blijheid, die ze die vrijheid geeft. En wanneer ze dan effectief
een goede prestatie neerzetten, dan beloont hij die manier van werken, denk ik. Dat was ook onder Howard in 86 zo. En een tweede zaak die wel een beetje wenkbrauwgefrons met zich meebracht was, de vermelding van 16 Deense kronen als wedstrijdticketwaarde. Dus achteraf en blijkbaar leest Bob Madou, onze commercieel verantwoordelijke, toch ook wat er geschreven wordt op bijvoorbeeld 1891, want ik had daar een blog, een reisverslag over geschreven. En gisteren voormiddag meldde hij mij dat de Denen niet overweg konden met die DKK, die Deense kronen. Dus je moet weten, in Denemarken wordt er niet met euro's gewerkt, nog met de lokale munt. En ze hadden die DKK niet kunnen omzetten in euro, dus het was een IT-probleem. Dus veel clubsupporters dachten 16 Deense kronen, nog geen 3 euro, hebben €20 betaald. Club Brugge is wel heel gulzig geweest, maar dat was achteraf dus totaal niet het geval. We betaalden 20, de waarde van het ticket was 16. Dus de administratieve fee die traditioneel naar Club Brugge gegaan is €4, volledig in de lijn met wat op vorige Europese verplaatsingen, wat tickets betreft, gebeurd is. Dus. Maar goed, verder denk ik dat we over Argus niet echt veel moeten uitweiden. Sportief een tegenvaller. Moet wel zeggen dat de sfeer in het Brugse vak opperbest was. Zelfs na die 1-0. En de spelers voelden dat ook aan. Ik vond zelf het er een beetje over, dat samenzang van We Are Brutes, want zo wonderful zijn we niet geweest donderdagavond. Maar goed, al bij al kwamen we in feite met een wrang gevoel terug naar huis. We hadden er allemaal in feite geen goed oog in wat gisteren zou gebeuren in Westerlo. Maar kijk, voetbal is zo onvoorspelbaar. Dus gisteren heeft Club Brugge ons positief verrast, maar daarover later meer. Ja, inderdaad. Ja, Matthias, zoals Hans zei, sportief absoluut geen hoogvlieger in de wedstrijd. Het was een van de mindere matchen van Club van de een lange periode, denk ik zelfs. Ja, ik was nogthans blij dat ik een goede streamsite gevonden had om de wedstrijd te kunnen zien via mijn pc. Maar uiteindelijk was dat een beetje een avond te grabbel gegooid. Hè, want er was letterlijk niks te zien, niks te noteren aan de kant van Club. Wat heb ik gezien? Een goede Onyedika en een goede invalbeurt van Thiago. Maar voor de rest was het echt huilen met de pet op. Met een paar, ik kan niet zeggen dieptepunten, maar toch wel ontgoochelende prestaties van Max de Kuyper, van Michal Skoras, van heel veel afwezige spelers. Hans van Aken, die de ploeg totaal niet op sleeptouw nam. Dus het was een en al ontgoocheling. En ik dacht bij mijn eigen van oké, nu wordt Westerlo aards moeilijk, want wij hebben maar 2-3 dagen recuperatie. Westerlo is toch een van de revelaties van vorig seizoen met een uitstekende coach en een paar leuke nieuwe transfers die erbij gekomen zijn. Dus ik dacht, oké, het wordt bijzonder moeilijk. En kijk, gisteren hebben wij ze gewoon kapot gespeeld, bij zo'n spreken. Dus zo zegt Hans, voetbal is geen exacte wetenschap en het is nog maar gebleken. Ja, exact. Naar het Kuipje, ja, nooit makkelijke verplaatsing. Alhoewel, de club heeft er nog niet vaak verloren. Het is al, denk 25 jaar geleden. Maar toch, sterke ploegen, Westerlo. En zonder een echte linksachter, hè, Hans. Want het is onze Kiriani Sabbe die op linksachter starten. Hè. Wat dat eigenlijk rechtsachter is. Ik had, toen ik de opstelling zag, dacht ik dat Sabbe op zijn favoriete rechtsbackpositie zou terechtkomen. En TJ, omdat hij vorig jaar al Meijer een paar keer had moeten depaneren, dat hij Meijer op links had gezet. Ja, ik ook. Maar achteraf gezien, als je in het hoofd kruipt van een trainer, heeft hij maar op één positie moeten wijzigen. Hij heeft in feite TJ op zijn vertrouwde rechterbackpositie geposteerd. Die mocht er blijven staan en enkel moest hij Maxime de Kuyper vervangen op links. En dat heeft hij dan gedaan in de vorm van Kiriani Sabbe. En eerlijk gezegd, die heeft dat voortreffelijk gedaan. Het was alsof hij... Hij heeft weinig moeite gekend. Het dijk van de match in de top 5 van afgelegde afstand. Dus een openbaring gisteren. Ja, een heel sterke wedstrijd, he, van Kiriani Sabbe. Matthias, het was ook gewoon een heel goed club. He. Super dominant. Ja, kansen genoeg alvast. Ja, klopt. Nee, het was vanaf de beginfase. Het was echt... Je voelde, en dat is het gigantisch verschil met wedstrijden zoals thuis tegen KV Mechelen of op Aarhus, iedereen was gefocust, iedereen had goesting en je ziet dat meteen ook
als Hans in de wedstrijd zit vanaf minuut 1, dan is de hele ploeg ook mee. En dat voel je ook aan Hans. Hij nam echt de ploeg op sleeptouw als een patroon. Samen met Vetlesen, ik vond die afwisseling tussen Vetlesen en Hans ook prachtig. Als de ene wat hoger staat, net achter Thiago, de andere pakt de nummer 8 positie, ze wisselen elkaar af, dat vind ik geweldig. En ze voelen elkaar ook heel goed aan, natuurlijk. Vetlesen en Hans kunnen zeer goed voetballen. Dat is ook al gemakkelijker om elkaar af te wisselen. En hoeveel kansen hebben wij niet, en het zijn geen goede kansen, dat zijn reuze kansen dat we allemaal hebben gehad in de eerste helft. En ik dacht aan de rust van 0-1 is ik had een beetje hetzelfde gevoel als Solliet na de wedstrijd tegen Galatasaray, van 0-1 is een schande voor het voetbal dat hier altijd 0-3, 0-4 moeten staan. En iedereen speelde goed. En TJ bijvoorbeeld was bar slecht tegen Mechelen en tegen Aarhus, de terugmatch. En gisteren was hij heel sterk. Kyriani Sabo, zoals Hans net zei, ja, Kyriani is voor mij een volwaardige eerste backup voor Meijer en voor TJ. En misschien zal hij zelfs de concurrentie daadwerkelijk aangaan met TJ. Maar ik denk dat Odoi nu... Ja, voor mij is Odoi in de rangorde compleet voorbijgestoken door Sabbe. En dat toont nog eens aan dat niks trendeert. Want Spileers, Nusa en Sabbe zijn vanaf nu drie volwaardige titularissen. Dus dat is, ik vind het fantastisch. Dele had gewoon zijn pionnen goed gezet. En vooral... De ploeg stond goed, want iedereen was een beetje bang van oké, gaat hij een geblesseerde Kasper Nielsen zetten? Gaat hij Mats Riet zetten? Gaat hij Odoi zetten? Maar nee, de ploeg stond juist. De pressing zat er, de drive, de goesting. Het was top gisteren. Echt geweldig. Ja. Hans, nog een keer terugkomen op dat duo op middenveld. Van Aken, Vetlesen. Denk je dat Vetlesen kan zorgen dat Van Aken terug... want vorig seizoen, iets minder seizoen moeten we wel zeggen... terug de beste Hans kan worden? Laat het ons hopen. Wat me wel opvalt bij Hugo Vetlesen is het feit dat hij altijd naar voren speelt. Die denkt altijd vooruit. Die gaat nooit horizontaal, maar altijd verticaal gaan spelen. En dat is een meerwaarde voor Club Brugge. Dat hadden we vorig seizoen niet. En ik moet zeggen, shout-out naar Westerlo, die heel met een open vizier de wedstrijd is ingegaan. Het was een heel open wedstrijd. In tegenstelling tot het lage blok van KV Mechelen is Westerlo waarschijnlijk uitgaand. En op basis van de wedstrijd in Aarhus hebben ze gedacht, als wij voluit ook aanvallend gaan spelen, kunnen we wel iets bereiken tegen dit Club Brugge. En ik moet zeggen, als Club Brugge en Hans van Aken de ruimte krijgt en geen mannetje op zich gekleefd krijgt, dan is Club Brugge op zijn best. En ook al zal Hans op korte termijn en wellicht in Eupen een mannetje op hem geplakt of gekleefd krijgen, dan nog kan Vetlesen die taak misschien overnemen. Dus ik denk wel dat die twee communicerende vaten op dat middenveld een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor Club Brugge in zijn algemeenheid. Als de druk op Hans te groot komt, kan Hugo overnemen en vice versa. Dus ik vind die twee toch wel compatibel op het middenveld. En Hans zal ook het eeuwige leven niet krijgen. Misschien kan Hugo op termijn wel die taak overnemen, maar dat is dan op langere termijn. Maar die Hugo, ik moet zeggen, die is vanaf het eerste keer tegen Aarhus heb ik hem in mijn hart gesloten. Een echte clubspeler, ook met heel veel energie en passie. En ik heb het wel voor een type speler à la Hugo Vetlesen. Ik denk dat wat er werd geopperd door de media vanaf dat Dela coach werd aangesteld bij Club, dat Hans een stevige schop onder zijn kont ging krijgen, figuurlijk besproken dan. Want Dela is iemand die echt aan zijn spelers aast om pressing, druk, veel balbezit en heel veel zaken. En ook fysiek moet je het ook aankunnen. En ik denk dat Hans dat nodig had. Hij had een coach nodig die hem even ging challengen van kijk, dat verwacht ik van jou. En je voelt dat ook aan Hans, want op Aarhus was hij wel niet goed, maar thuis tegen Aarhus, thuis tegen KV Mechelen heeft hij een goede wedstrijd gespeeld. Gisteren was hij outstanding. En ik heb bepaalde statistieken van zijn wedstrijd, en dat is de Hans van Aken die we altijd willen zien als club van. 92% passingspercentage, 3 kansen gecreëerd, 6 doelpogingen, 4 gewone luchtduels, 5-op-5 tackles gewonnen. Dat is ook een primeur. 8 balveroveringen. En 10 van zijn 14 duels gewonnen.
ja, dus Hans was echt een, was de patroon gisteren. En we zijn al heel kritisch geweest vorig seizoen tegen Hans. Want oké, de statistieken bleven altijd goed. Maar als kapitein had ik niet het gevoel van oké, hier... hij is kapiteinswaardig. Maar zoals hij nu het begin van het seizoen heeft aangevangen, ben ik echt heel, heel positief. En ik hoop echt dat hij die lijn gaat doortrekken. En zoals Hans zei, een Van Aken met een vetlessen naast zich, achter zich, voor zich, dat helpt hem in zijn voetbal. Hans heeft altijd goede shotters rond zich nodig gehad. En Noah Lang, ik kan niet zeggen, ik blijf erbij dat het vertrek van Noah Lang, hoe graag ik die jongen ook zie, dat dat een voordeel is voor Hans. Nu heeft hij spelers die de diepte gaan zoeken en heeft hij met Hugo een goede compagnon naast zich. Dus ik denk dat dit allemaal ook goed is voor Hans. Mm-hmm. Ja, en we hebben ook een spits die scoort, Hans. Igor Thiago, 2-2. 2-2 matchen, die had er wel eentje meer kunnen maken. Maar de goal die hij maakt, wel een echte spitse goal, hè? Inderdaad, ik heb erop gesakkerd voor het doelpunt, want de watch was nog maar een minuut bezig met zijn hieltje, kon hij al gescoord hebben, was onorthodox en misschien heel opportunistisch. Maar die kansen die hij daarna een beetje verkwanselde, en ook in het samenspel was hij echt ongelukkig. Maar effectief het doelpunt op zich, doorsteekpaas Hans, heel clever gelopen, keeper voorbij, hoog in het doel, typische spitse goal. En ik zei direct ook tegen mijn zoontje, want we keken samen van, eindelijk is een spits die dergelijke kansen voor Club Brugge afmaakt. Dat was toch wel een tijdje geleden. Maar natuurlijk, net zoals heel de ploeg, moet die efficiëntie nog naar omhoog. En ik hoop dat ze donderdag, dat die ketchupfles donderdag wat ontploft. Want gisteren, het was een heel leuke wedstrijd om naar te kijken. Eigenlijk een beetje, ik moest denken aan die referentiematch op OHL vorig seizoen, toen we daar met 0-3 gingen gaan winnen. En toen we allemaal dachten, onder Hoefkens, de trein is vertrokken. Dan is het wel niet echt zo vlot gelopen, wel in Europa, maar in België was het wat minder. Ik hoop dat we nu kunnen verder borduren op wat we gisteren gezien hebben. Het zelfvertrouwen zal nu wel in de groep geslopen zijn. En wat me vooral ook positief stemt, is dat we als aanvallende ploeg 5 kilometer meer hebben gelopen dan Westerlo, die volledig op achtervolgen telkens was aangewezen. Dus ook Hans en Onyedika, 12,3 kilometer. Van Onyedika kun je dat begrijpen, maar Hans, we zeggen altijd die slome, die trage. Maar doe het maar, hè. In zijn positie 12,3. Dus 20 kansen waarvan... Noosa 12 kilometer ook, trouwens. Noosa ook, kijk. Ja. Sabbe en TJ ook in die top 5, Noosa. Ja, dus heel hoopgevende statistieken gisteren. Ook 59% balbezit. Dus ook, vind ik, eindelijk ook een 90 minuten sfeer vanuit het Brugse away-vak. En echt Britse, Engelse sfeer. Met vele spelers, songs, Kovolsen, Hugo Vetlessen. Ja, dat hebben we er toch wel sedert het begin van het seizoen. Vorig jaar, ik kan me niet herinneren dat we veel spelers, songs konden roepen of zingen. Nee. En dit sterkt mij ook wel, qua sfeerbeleving, naar de toekomst vind ik dat wel een opsteker. Dat toch die spelersongs weer van onder het stof worden gehaald. En dat de spelers dit ook appreciëren. Als je naam gescandeerd wordt, bijvoorbeeld Skov begin tweede helft. Je ziet dat die jongen heropleeft en er verschijnt al een lachje. Dus op dat vlak was gisteren over heel de lijn wel een heel positieve ervaring. Ja. Nog een van de uitblinkers, Matthias, Antonio Noosa. Ja. Dat gaat een geesel worden voor elke rechtsachter in onze Jupiler Pro League, denk ik, als die speelt zoals gisteren. Het was de eerste keer dat ik echt het gevoel had. En eigenlijk, als je in het stadion zit, merk je het nog harder, want die linkerflank Sabbe en Noosa was gewoon fenomenaal gisteren, oprecht. En Noosa, ja... Het is een wonderboy. Hij wordt altijd beschreven als hij golden boy en hij gaat het maken. Maar bon, hij moest het nog altijd bewijzen, want ik heb een paar zaken gezien van hem de voorbije 2 jaar dat ik het gevoel had van oké, wauw, daar zit echt iets in, maar het ontbreekt zich aan rendement, aan efficiëntie. Terwijl gisteren, alleen met een beetje chance, had hij gemakkelijk 2 assists en 2 goals, bij wijze van spreken, want ook zijn stats spreken boekdelen. Hij heeft een XG van 0,38. Hij heeft een XA, dus X-assist, van 1,40, dat is heel veel. 5 key passes, 7 balrecuperaties. En met zijn x-assist van 1,40 ligt hij nu
sinds begin van het seizoen voor op nummer 1. En achter zich heeft hij Painsil, Mercier, Munoz en Trezor. Dus voilà, bon, het is er niet uitgekomen. En natuurlijk heel veel gemiste kansen door Thiago, begin van de tweede helft, et cetera. Maar het zegt wel iets. En ik hoop dat er niet te veel scouts aanwezig waren in Westerbo. Want ik had echt het gevoel voor de eerste keer van... Oké, nu heb ik echt het potentieel gezien van Nusa en het kan alleen maar beter gaan. Dus Noah Lang zei het nog 1 of 2 jaar geleden van er is maar 1 opvolger op mijn positie en dat is Antonio Nusa. En als Noah Lang zoiets zegt, dan weet je dat hij wel gelijk heeft. Dus nee, chapeau. En ik hoop echt wel dat hij op zijn minst nog een jaar blijft, want die gaat nog serieus potten breken bij ons. Ja. Er is zo'n gezegde, Hans, in het voetbal. Die zegt, als je kansen niet afmaakt, dan krijg je het deksel op de neus. Het was 0-1. Ja, het was wel spannend nog op het einde. Westerlo die toch nog een paar keer kwam opzetten, maar ja, echt in de problemen zijn we nooit echt gekomen, heb ik de indruk. Nee, die vrijschop door Mignolet toch gered. Ja, een paar keer hebben ze de neus aan het venster gestoken, maar toch, als clubsupporter in mijn zetel deze keer, was ik nooit op mijn gemak totdat het effectief de wedstrijd voorbij was. En ik vind het, ja, de coach en de spelers zijn het ook, we have to kill the game much earlier. Effectief, een beter club had die tweede en derde gemaakt. En daardoor breng je jezelf nog een beetje in moeilijkheden. Maar achteraf gezien was het een heel volwassen prestatie, dominant, gecontroleerd, van begin tot einde. En ja, een wedstrijd zonder kansen weg te geven bestaat niet. Maar het had al veel eerder beslist moeten zijn, waardoor we niet nodeloos met de billen genepen die laatste 10 minuten moesten beleven. Maar goed... als er nog één iets kan verbeteren, is zeker die efficiëntie. En, ja. Vorig jaar hadden we misschien wel die 1-1 nog in extremis gepakt. Dus ja, al bij al... maar het was toch wel een zucht van opluchting toen die wedstrijd werd afgefloten. En om misschien terug te komen op Thiago. Dus ik vind dat een heel, heel grappige speler, want hij heeft een beetje het stunteligen van Joseph Akpala. Maar tegelijkertijd... Ja, hij heeft iets... Ik snap waarom dat Dela hem echt als nummer 1 spits zet. Boven Chuk, want bijvoorbeeld Yaremchuk is ingevallen, denk ik, rond minuut 75. En Yaremchuk heeft 7 keer balverlies geleden, terwijl Thiago heeft ook 7 keer balverlies geleden, maar wel op 75 minuten vergeleken met 15 minuten. Dus dat is wel een groot verschil. Maar ik denk nog altijd dat het goed komt met Thiago. Hij heeft vooral... Je voelt ook dat hij bijzonder goed in de groep ligt. Je zag het ook net na zijn goal. Iedereen knuffelde hem, heel het publiek ging naar hem. En ook na de wedstrijd, Dela pakte hem vast. Hij pakte wel iedereen vast, maar Thiago ook specifiek. Het komt goed. Er zijn mensen die heel kritisch zijn ten opzichte van Thiago, want heel veel missers. Maar bon, na 2 competitiewedstrijden, 2 goals, oké, dat is efficiënt. En ik denk, zoals Hans zei, als die ketchupfles komt, dan is er geen houden meer aan. En hij zal nog altijd dat stunteligen blijven behouden in zijn spel. Maar als hij maar goals blijft scoren, ja, be my guest bedoel maar ik. En ook in het samenspel, toch ook niet slecht, ja. Hè, Matthias? Als je bijvoorbeeld dat hakje zag op die assist van Skov Olsen. Ja. Ja, dat is wel heel... Dan mag je wel een paar keer balverlies blijden als je dan wel zoiets doet. Ja, en die, zoals Hans zei, daar, na 2-3 minuten, denk ik, die El de Pigeon, die voorzet van Skov, ja, dan heb je een wereldgoal, hè, achter je naam. Dus het is, zoals ik zei, stuntelig. En soms heeft hij zo'n geniale ingeving, zoals die hakje op Skov of die halve volley. En ja, ik vind het wel een leuke speler om naar te kijken. En vooral, en dat is hetgeen waarom dat ik echt hou van zo'n type speers, hij blijft druk zetten. Van de eerste minuut tot de laatste minuut. En dat heb ik bijvoorbeeld bij Yaremchuk gemist. Want Yaremchuk die liep gewoon zomaar. En ik blijf hem altijd de voordeel van de twijfel geven. Maar ook gisteren, ik had opnieuw dat gevoel van... je kan toch veel meer dan dit. Dus ik ben echt aan het denken van... Wat is nu de beste oplossing voor Yaremchuk? En ik ben tot de conclusie gekomen dat wij hem, denk ik, moeten uitlenen. Dat hij daar zijn goals kan maken. En dat we hem dan gewoon moeten verkopen. Want... Ik vrees een beetje voor Roman Yaremchuk. Mm-hmm. Yaremchuk, het was nog eventjes koffie te kijken, maar gelukkig heeft ons andere spits Thiago er al 2 op zijn
ja. op zijn naam staan. Hè. Ook opvallend dit seizoen, Hans. We hebben er dus al veel gezegd en geschreven over onze verdediging, dat we een nieuwe verdediger moeten gaan halen. Als ik de som samentel na 4 officiële wedstrijden, zie ik dat we 2 tegendoelpunten hebben gekregen, maar 2 keer op een stilstaande fase nog geen enkele veldgoal tegen hebben gekregen. En ook als je dan bijvoorbeeld die match in Aarhus bekijkt, ja, ook enkel maar op stilstaande fase in de problemen gekomen. Dus dat zit eigenlijk wel redelijk snor, hè, vanachter. Ja, ik denk dat de figuur van Spileers, ook nog maar 18, net zoals Sabbe en Nusa, daar toch wel heel veel invloed op heeft. Rond Brendan Mechelen, we weten altijd bij het begin van het seizoen, zeggen we, die is komt net iets te kort voor club. Altijd komt hij wel in iedere wedstrijd, zeggen we van, dat komt beter, dat komt beter. Ja, we weten allemaal dat er centraal achteraan met het vertrek van Sila, door het vertrek van Sila, dat daar zeker versterking moet komen centraal in die verdediging. Dus, en ik hoop dat dat voor eventueel de dubbele confrontatie met Osasuna zal gebeuren, maar daarover later meer. Maar iedereen zegt, ja, Club Brugge, die verdediging wankel, want dat middenveld en die aanval is voldoende gestoffeerd. Maar puur statistisch moeten we zeggen, na 4 competitieve wedstrijden, 2 tegendoelpunten, stilstaande fases, effectief. Dat is niet verkeerd, hè? Nee, absoluut niet. En zeker niet als je weet, Matthias, dat we toch vrij hoog spelen op dat veld. Met heel hoge druk, verenigingen die vaak voorbij de middenlijn staan, dan is er vaak ruimte in de rug. Dus dat lijkt wel te werken, hè? Nee, het is altijd een beetje billenknijp voor iemand als Brandon Mechelen, die niet van de rapsten is, maar gisteren kijkt, dat is typisch Brandon, hè. Hij speelt 1-2 wedstrijden achter elkaar heel slecht, en dan plots, als je het niet verwacht, speelt hij heel goed. Maar ik blijf erbij, Spileers is de ideale speler om Deila voetbal te spelen, want hij leest het spel ongelooflijk goed. Hij is snel zonder supersnel te zijn als Kosunu. Maar Spileers, ja, ik zeg het nogmaals, opnieuw, ik zag hem in Stadion en in Westerlo natuurlijk, dat zit heel kort op die tribunes. En die doet mij echt denken aan Timmy Simons. Ja, Engels en Simons, dat is een beetje een mix van beide spelers. En dat is zo'n typische clubverdediger. Die van kop tot teen, je ziet dat. En ook heel, heel matuur, down to earth. Voor mij moet je zwarte nu... Zwarte schoenen, zo heel old school. Je moet enkel nog zijn shirt in zijn shortje zetten en dan is het helemaal af. Maar ik denk, op korte termijn moet je nu Spileers op de rechtercentrale verdedigerpositie zetten. En je moet een fantastische linkercentrale verdediger halen. Een leider die Spileers gaat aansturen op het veld. En Mechelen moet eigenlijk jouw eerste backup zijn. Maar dit zou mijn defensie zijn, namelijk Meijer, een top linkercentrale verdediger, Spileers. En dan Sabbe, TJ of een nieuwe transfer. Maar ook, ja. Ik noteer Spileers de nieuwe Simons. Ja. Voilà. Matthias, jij was aanwezig in het Kuipje. Hoe was de sfeer in het uitvak? Top. Al kan ik het misschien niet... ik heb het niet ervaren als een away fan, want ik zat in de hoofdtribune van Westerlo, dus ik zat er letterlijk recht tegenover. Maar fantastisch, zoals Hans zei, er werd gezongen van minuut 1 tot einde. Natuurlijk, als club zo dominant is en zo goed is... Deila refereerde naar heavy metal voetbal. Ja, gisteren heb ik heavy metal voetbal gezien van mijn team en dat vond ik geweldig. En dan heb je meteen het publiek mee. Hè. Dan beginnen ze te zingen voor Skof, voor Hans, voor zelfs Brandon Mechelen, die ook zijn eigen liedje heeft. Het is een Celtic liedje trouwens. Dat zegt ook iets over de interactie en die sfeer collectief die eind vorig seizoen begonnen is, trekt zich door naar dit seizoen. Deila is er een factor van, de goede nieuwe speers ook, maar zeker ook, ik denk als iedereen zich bundelt voor dezelfde intentie, namelijk club beter maken in zijn geheel, dan heb je momenten zoals thuis tegen Aarhus, dan heb je momenten zoals gisteren op Westerlo en ook net na de wedstrijd, we hebben Deila zien met zijn typische Ronnie Roar, zoals we zeggen. En dat was fantastisch om te zien. En ook er was echt opnieuw een cohesie, had ik het gevoel, tussen de spelers en de fans. En dat was lang geleden, vond ik. Ja, ik krijg er wel warm van, hè, Hans. Als je Ronnie Deila zo naar het publiek zie lopen, dan weet je van, het is een coach die het echt meent. Die weet waarover het gaat.
Ja, het is een passie die matcht met het DNA van Club Brugge. En na Karel, die emotieloos bleef bij de 4 doelpunten in onder andere Porto, wat ik nog altijd onbegrijpelijk vind. En ik kan het nog altijd niet volgen. Dan Scott Parker was nu ook niet de meest emotionele jongen. Rick is ook best op zichzelf en zal niet echt expressief zijn. Ja, Ronnie Deila heeft met zijn Ronnie Roar gisteren toch wel iets in gang gestoken. En het past bij Club. Hij is sereen tijdens de wedstrijd, maar hij kan losgaan na de wedstrijd. En die match zie ik wel zitten tussen Club Brugge en Ronnie Deila. Ja, onze Noorse dynamiet Ronnie Deila. Donderdag gaan we opnieuw Europa in. We spelen een wedstrijd tegen het avontuurleuke AK Akureyri. Ik heb eventjes moeten oefenen op de naam om het juist uit te spreken. Lijkt me correct. Ja. Maar Hans, jij kende Akureyri. Beter zelf, je hebt er zelf een beetje een band mee. Ja, dus ik werk voor een visverwerkend bedrijf en wij doen heel wat zaken met IJsland omwille van die visserij die daar toch wel heel dominant is. En heel toevallig in Akureyri zit een van onze grootste visleveranciers die op dagbasis voor ons op roodbaars en kabeljauw gaat vissen in Noord-IJsland. Het is de tweede grootste stad in aantal inwoners van IJsland na Reykjavik. Dus je moet weten, Aarhus was ook de tweede grootste stad in Denemarken. Dus dat is een mooi brugje. Heel die samenleving is bezig met visverwerkende activiteiten. En het is er altijd mooi weer. In tegenstelling tot de zuidkant van IJsland zijn de Akureyri-personen, dus de mensen die in Akureyri wonen, altijd blije mensen, omdat ze altijd uitpakken met het feit dat zij veel meer zonlicht hebben dan in het donkere noorden. Nu, wat het sportieve betreft, de wedstrijd zal niet gespeeld worden in het noorden, maar in het zuiden in Reykjavik. Als je de waarde van die spelerskern vergelijkt met die van Club Brugge, dus de spelerskern is volgens transfer markt 2,04 miljoen waard. Club Brugge is 141 miljoen waard, of factor 70. En dan neem ik er nog Club Nix bij, 10,65 miljoen aan spelerswaarde. Dat is maal 5 ten opzichte van Akureyri. En zelfs de U19 van Club Brugge is in waarde 3 maal zo waardevol als Akureyri. Het zijn ook geen profs, hè? Dus die mannen die gaan ook overdag gaan werken en trainen s'avonds. Dus, want er zijn maar 6 of 7 profvoetballers in IJsland en die spelen allemaal in het buitenland. Ja, it's a long way to Akureyri, maar ik hoop dat we toch donderdag het verschil kunnen maken. Onze vriend van de show, William, die zal er ook een DJ-set in de hoek van de West en de Noord plaatsen. Tussen 7:15 en 7:15 zal hij een half uurtje de beste tunes in de Jan Breidel laten weer schallen. Dus ja, we moeten daar zeker tegen doorgaan. Het zou echt een schande zijn mocht Club Brugge met zijn status en zijn Champions League verreden tegen een ploeg die nog maar 8 Europese wedstrijden op zijn konto heeft en dan maar 1 titel haalde in IJsland, mochten wij daar ons aan mispakken en eruit liggen tegen deze ploeg. Dus, maar goed, zoals gesteld bij het begin van deze op aflevering, voetbal is zo onvoorspelbaar. En dat is ook de charme van dit spelletje, dat het nummer 1 is in de wereld. Want ik ken geen enkele sport waar je 90% kunt domineren en toch kunt verliezen. Dus het moet allemaal gespeeld worden. Maar Akureyri, die ploeg moeten wij al kunnen. Ja, dat zou niet fout mogen lopen. Hè. Een klein quizvraagje voor jullie. We speelden al eenmaal eerder tegen een IJslandse tegenstander. Weet je tegen wie en in welk jaar? Reykjavik waarschijnlijk. Nee. Het was in de 60er jaren, denk ik. Of was het later? Nee, het is nog niet zo super lang geleden. In 2001 speelden we ook een voorronde. Het is van Michel Beriks, vriend van de show. Dacht, vorige keer speelden we tegen IA Akranes.
in de volgende. Ah, ja. Akranes, tuurlijk. Klopt. Het zat ver. Ja, ja, ik wist het ook echt totaal niet. Dat is enkel iets dat Michel weet. Het is een verzonde Dat zijn zo van die illustere ploegen. Suduva, Debrecen, Akranes. Ja, dat is een grotere naam. Ja, dat is waar. Maar dat zijn altijd zo van... Maar Akranes, nu het zegt... Ja. Ja, ik was toen 10 jaar. Maar ik weet, de ploeg zegt mij nog iets. Ja. En het werd 1-6 in IJsland en 4-0 op Olympia. Dus 10 doelpunten. Ik denk dat we eigenlijk als de waardeverhoudingen gerespecteerd worden, zouden dat wel een gelijkaardig scenario moeten... Ze hebben wel Dundalk verslagen. Hè? Ik bedoel, ik pas op, ik ken Dundalk niet, maar... Ja, Ierse competitie. Zegt het iets? Of... Ja, Ierse competitie. Maar... Ja, ik denk niet dat je dat kan vergelijken met... Okay. Eerste... Ik denk niet dat Dundalk in 1A zou spelen voor het in België. Okay. Daar ben ik zelf verre van. Dus allee, ja, maar bon, blijft wel een sterke prestatie. Dat zal al die ronde, dat zal ik in de ploeg hebben kunnen uitschakelen, Accureri, maar dat zal dat toch niet de ploeg mogen zijn die club uitschakelt. In de volgende ronde dan, dat is een heel ander paar mouwen. Hebben we de moeilijkste loting geloot dat we konden loten, denk ik. Want we moeten de nummer 7 van La Liga uitschakelen dan. De finalist van de Copa del Rey. Hans, Osasuna Pamplona, dat is geen cadeau. Nee, dat en de Spaanse ploeg, zeker in die Conference League, in die mindere Europese competities, die doen het altijd echt goed. Sevilla, Bilbao, Valencia, Espanyol, Villarreal. Altijd zeer fysische clubs of ploegen met een goede techniek. En als ik die XG, de expected goals van Osasuna van vorig jaar bekijk, dan hebben ze echt een heel efficiënte ploeg. Net daar, in dat onderdeel gisteren, heeft de club geen goede beurt gemaakt. Dus die hebben overperformed vorig jaar. Die zijn qua XG maar 12e normaal geëindigd, maar die zijn wel de 7e in de La Liga geëindigd. We hebben ook ons licht opgestoken bij een commentator van Eleven van Varenberg, die La Liga Watcher is en ook Croquetta, de podcast, voor zijn rekening neemt. Hij zegt dat El Sadar een heel leuk en wellicht het luidste stadion van Spanje is. 22.000, 23.000 capaciteit. Ja, dat ze een leuke mix hebben van ervaring en jong geweld. En hij verwees naar twee toppers, een Chimi Avila, die 8 goals gescoord heeft vorig jaar, en David Garcia, een Spaanse international met een marktwaarde van 20 miljoen. Ja, het voordeel is dat de competitie pas volgende week begint, dus we hebben toch al 4-5 echt competitieve wedstrijden in de benen, en dit moet toch de automatismen ten goede komen. Maar het is een ploeg met dezelfde ongeveer waarde als Club Brugge. Het wordt een moeilijke klepper. Een klepper die je normaal hoopt tegen te komen in een verdere fase van die Conference League. Maar goed, als je effectief, zoals Club Brugge, de ambitie uitspreekt om ver te gaan in die Conference League, dan moet je voorbij een ploeg als Osasuna kunnen geraken om je dan voor die poules te kwalificeren. Dus moeilijk, inderdaad op papier. Aarhus was de moeilijkste. Nu hebben we met Accureri misschien wel een van die makkelijke hapjes. Maar in die laatste ronde zal het er toch wel op moeten zijn. Maar dat geldt evenzeer voor Osasuna. Dus moeilijk, maar zeker niet onmogelijk. En ook een leuke verplaatsing. 1200 kilometer. Je kunt via Madrid, via Bilbao, dan nog met de trein. Het is zelfs met de auto te doen als je er 200 euro aan tolkosten voor over hebt. Peagekosten als je helemaal door Frankrijk moet. Ik denk wel dat Club opnieuw toch wel een leuke away-base zal in zijn zog hebben. Dus al bij al, het is leuker denk ik naar Spanje te trekken op, 24 augustus, dan naar het barre, obscure Oostblokland. Dus voor mij, achteraf gezien, best leuk, maar pittig. Ja, inderdaad. Ik kan ook mensen die via Madrid of Bilbao zouden gaan aanraden om de trein te pakken in Spanje. Ik heb dat vorig jaar gedaan, vanuit Valencia toen naar Madrid geweest voor de match tegen Atletico. En op 3 uurtjes stond je daar, hoogsnelheidstrein kost echt 3 keer niks. Ik denk dat ik toen 30 euro heen en terug betaald heb. Dus het kan maar een tip zijn voor wie er bij wil zijn in Osasuna. Die Avila trouwens, waar Hans over praatte, zijn broer,
die kennen we ook, want die speelt bij een van onze grote concurrenten, bij Royal Antwerp. Ja, Matthias, een 50-50 match is het een beetje, hè? Ik had wel ik had een slecht gevoel, moet ik toegeven, toen ik het nieuws vernam, want ik heb wel het gevoel dat Osasuna, als ze geen Europees spelen, is het geen drama, denk ik, voor zo'n team. Want er wordt niet verwacht aan het begin van het seizoen van jullie moeten Europese spelen. Deila zei nog de voorbije 2-3 weken, en hij zei het met veel herhaling, onze kern is te uitgebreid, is te groot en we moeten af van vele spelers, B-spelers dan. Dus als wij geen Europees halen, en dat kan zomaar tegen Osasuna, want voor mij is het echt een 50-50 geval, dan hebben we een zeer, zeer groot probleem. Het zou een drama zijn als we geen Europees spelen. Dus daarom was ik echt wel bijzonder... Ik had een geweldig kutgevoel toen ik het de loting zag. En we moeten er echt over, want anders gaan bepaalde spelers misschien moeten vertrekken. Want dan kan je geen speeltijd gunnen en geven aan een Sabbe, aan een De Kuyper, aan een Skorras. Dus ja, het is ja. Ik hoop echt dat we doorgaan. Ja, en ook, niet alleen dat, maar het is, die match valt ook eind augustus, 2 dagen voordat de transfermarkt sluit. Ja. Ja, is die terugwedstrijd in Jan Breidel. Dus ja, om dan nog veel spelers weg te doen en zo, dat is allemaal zo evident dan niet meer. Dus, Misschien even correctie. Nicola, in België moeten ze altijd anders doen. Transferperiode tot 6 september. Ah, kijk, voilà. 1 weekje langer dan in de andere Europese landen. Ik wist het ook niet, maar ben het vandaag bij het inlezen tegengekomen. België 6 september, blijkbaar een week langer. Ja, ja. Oké. Okay. Nee, bedankt voor de correctie. Dat is zeker juist. Dus ja, we worden heel potige tegen Osasuna. Als we daar geraken, natuurlijk eerst voor bij Akureyri. Maar dat zou geen probleem mogen zijn. We gaan deze week ook weer onze nieuwe rubriek lanceren. De rubriek Hoe is het nog met? Puntje, puntje, puntje. Vandaag gaat Matthias ook weer een speler voordragen die Europees ook wel toch een paar keer belangrijk is geweest voor club. Ja, potten gebroken. Ja, een echte cultspeler. Is toch ook wel een van mijn persoonlijke jeugdhelden. Ik denk dat we allebei zijn, ik kan niet zeggen opgegroeid, maar wel onze jeugdjaren hebben gekend met deze speler. Iedereen weet dat Club Brugge en het land Kroatië altijd een zeer goede match is op vlak van spelers. Denk maar aan Spehar, Stanic en natuurlijk Bosco Balaban, want dat is de spelers dat ik gekozen heb voor de rubriek van deze week. Bosco Balaban, onze Kroatische vrij trapspecialist en beter gekend onder de supporters als Super Bosco. Hij is zijn jeugd begonnen in Rijeka en in Dynamo Zagreb. En zijn allereerste grote transfer heeft hij gemaakt in Engeland, bij Aston Villa, voor toen een slordige 8 miljoen euro. Vandaag is 8 miljoen euro... Een goede transfer, maar in 2004 was het wel... In 2003 was het wel een gigantische som. En uiteindelijk werd zijn contract in januari 2004 heel snel al ontbonden. Hij werd trouwens uitgeroepen als de grootste floptransfer van de Premier League. En we hebben toen Bosco Balaban onder Antoine van Hoven zijn we die uiteindelijk voor niks gaan halen. En uiteindelijk bleef Bosco Balaban 2,5 seizoenen bij club en hij lukte in totaal 39 doelpunten in 83 wedstrijden. Dus bijna Mr. 50%. Het was veruit natuurlijk zijn meest productieve periode in zijn volledige voetbalcarrière. In zijn volledige carrière heeft hij trouwens 91 goals gescoord in 240 wedstrijden, wat ook wel een mooie statistiek is. Ook een leuk weetje. Allee, misschien minder voor hem. Toen François Terquelé werd voorgesteld bij Club, is hij letterlijk, dus toen de journalist vragen aan het stellen was aan François Terquelé, van hey, hoe is de handtekening verlopen, hoe is alles met jou op Club, zie je echt in de verte François Terquelé in zo'n een oude Mercedes weggaan uit Club. Dus echt wandelen naar die Mercedes en dan weg. Ja, Bosco Balaban. Vertrekken uit club. Dus
dat is ook wel een mooie anekdote. Dus een topspits die gekomen is en dan een andere topspits die dan vertrekt. En hij vertrok opnieuw terug naar Dynamo Zagreb, toen voor een bedrag van 2 miljoen euro. En nadien heeft hij nog een heel korte passage gekend bij Panionios in Griekenland. En heeft hij zijn carrière beëindigd bij Selangor FC. Dat is een ploeg uit Singapore. En vandaag is Balaban, dus hij zegt op het heden, is hij een vader van een zoontje en een dochtertje. En is hij ook spelersmakelaar. Zijn meest spraakmakende transfer was die van Kramaric naar Hoffenheim. En hij heeft ook de transfer geregeld van Tomicak van KV Mechelen naar Club. Dat was toen in de periode onder Ivan Leko. En tot op heden is hij nog steeds beste vrienden, beste maatjes met Ivan Leko. Natuurlijk Ivan Leko, een van mijn favoriete coaches ooit bij Club. En ze golfen nogal heel graag. En dat is ook een van de favoriete hobby's nog altijd van Bosco Balaban. Dus voilà, super Bosco. Bij deze een klein beetje ontleed van zijn jeugdjaren tot de dag van vandaag. Maar ik ga nog altijd, ook al werd hij een beetje verguisd door de media als een zeer nonchalante spits die niks deed op een veld. Ik heb daar om de een of andere reden nog altijd een speciale band mee, moet ik toegeven. Ja, super Bosco Balaban. En de mensen die hem trouwens online volgen op Instagram, ook kun je ook zien dat hij nog altijd een enorme levensgenieter is. Hij zit heel vaak op vakantie, aan het strand, met kindjes. Dus ja, hij leeft geen slecht leven op dit moment. En hij volgt ons nog altijd op de voet, want als ik een Instagram-post zie van Club, zie je heel vaak, heel regelmatig een like van Bosco Balaban. Dus ja. het is echt wel iemand die ons nog heel, heel nauw volgt. Ja. Hans, je hebt ook een leuke anekdote over Super Bosco. Ik herinner mij Bosco eigenlijk als een typische balkonboy, een beetje een apart karakter. Ik weet uit goede bron dat hij er op training de hoekjes van afreed. Was echt absoluut geen trainingsbeest. En ik stond ooit eens op een babyborrel van een van de zonen van Philippe Clément met Gert Verheijen te praten. En hij zei, Bosco Balaban, altijd. Gert kon Bosco niet uitstaan als collega tijdens de week. Want hij had altijd de blessure tijdens de week. Hij was fit in het weekend. Een beetje altijd is Kortiakje ziek midden in de week, maar zondags niet. Dat was de Bosco. Maar zegt hij, wat kan het me niet schelen dat ik niet met hem goed overweg kan. Als hij in het weekend er twee binnenshot en ons de winstpremie bezorgt, dan kan ik er wel mee overweg. Dus hij had die touch of genius. Het was een lettertje. Geen trainingsbeest, maar hij had het als spits kon hij het verschil maken. En vandaar dat zijn collega spelers hem dan zijn mindere trainingsarbeid niet kwalijk namen tijdens de week. Want hij trainde niet veel, hoor. Altijd veel. Dat is zoals Mendoza. Ja, dat is zo. Weet je nog, Nicola, Peter van der Rijn had ook gezegd, hè, net hetzelfde tijdens de podcast. Andres Mendoza, hij scoorde in het weekend en tijdens de week. Ja. Gaf hij de brui aan. En oké, Balaban is nog iets anders, want zoals Hans zegt, een typische Balkanboy met een aparte mentaliteit. Ja. Maar ja, het is... maar ik vind dat het geeft kleur aan een bepaalde term. En een heel goede vrije trap. En ook iets dat Bosco Balaban typeert. Ik herinner me de commentator die het ooit zei. Wedstrijd tegen Standaar. We stonden een kwartier 2-0 voor, of na 20 minuten. En de commentator zei, Bosco Balaban heeft 150 meter gelopen al, maar al twee keer gescoord. En dat was... Bosco Balaban de voeten uit. Shotte dan wel van op 30 meter een fantastische goal binnen. Maar lopen, dat was niet aan hem besteed. De bal erin shotten, dat was zijn specialiteit. Maar Matthias, je hebt wel één specifiek moment dat je nog een keer bij wil pakken, over onze super Bosco. Ik heb wel getwijfeld tussen drie momenten. Namelijk zijn frommelgoal in Wenen tegen Rapid Wien. Zijn 95ste minuut winning goal op STVV, dat was toen op vrije trap van Klukowski, maar ik ben toch gegaan voor die magische, epische wedstrijd tegen Gent, thuis in de beker, de terugwedstrijd. Hoofdfinale. Dus één wedstrijd, halve finale van de beker van België. De heenwedstrijd geëindigd op 3-1. Het was 3-0 na 90 minuten en Balaban lukte nog net de 3-1 helemaal op het einde, wat ons kansen nog een heel klein beetje gaaf hielden. En de terugwedstrijd, de eerste helft was fenomenaal van Club, behalve van één speler,
Bosco. Dat was een drama die niks lukte. Zijn passes, zijn schoten, niks lukte. Terwijl de hele ploeg het heel goed deed. Het was ook 1-0 bij de rust na een snelle goal van Ivan Deco op wereldassist van Manasseh Ishiyako. En helemaal in het begin van de tweede helft, onze twee verguisde spelers, volgens de media en sommige fans, Brian Priske, die niet bepaald populair was bij de club aanhang. Geweldige assist en dan paf, in één tijd, even controleren, heel snel, die bal chipt een klein beetje naar omhoog en hij punter die bal voorbij Herpool, die totaal geen kans maakt. En 2-0. En eigenlijk is het dankzij Bosco tijdens een compleet dramatisch seizoen onder Sedomir Janevski, ik denk in de Jupiler Pro League, de Jupiler League, stonden wij 6, 7 of 8e. Ja, het was echt een snertseizoen in de competitie. Maar in de beker, kijk, die twee superbelangrijke goals van Bosco, waardoor dat we dan in de finale mochten tegen Standaar. En daar levert hij trouwens de assist op Manasseh Ishiyako, die scoort op de Heizel. Dus het is eigenlijk dankzij... Balbal met de assist met het hoofd, hè. Ja, die mens kon ook niet koppen, dus dat was ook... Nee, die kon gewoon scoren met de voet. En om maar te zeggen, want we waren bezig onlangs van... De club heeft nooit 1 jaar zonder Europees gespeeld. En wel dat snertseizoen is 100% dankzij Bosco Balaban dat we toch nog Europees hebben gespeeld het jaar erop, na Sedomir Janevski. Dus bij deze bedankt Bosco. En typisch Bosco, want niks lukte hem tijdens die twee wedstrijden tegen Gent. Maar toch twee superbelangrijke goals. Dus thanks Bosco. Voilà. Super Bosco Balaban. We dragen hem altijd in ons hart mee. Hij zal altijd een beetje een cultspeler blijven voor iedereen die hem ooit zag spelen op Club Brugge. We zijn nog altijd midden van de zomer. Nog altijd volop in de transfer Mercato. Veel geruchten doen de ronde, Hans. En als ik vanochtend mijn smartphone opendeed op de nieuwssite, dan zag ik toch wel een heel opvallend bericht staan. Een gevoelige transfer die mogelijk op til staat. Mats Rits naar de paars-witte ploeg uit Brussel. Wat moeten we ervan denken? Wat denk jij ervan, Hans? Wat ik ervan denk is dat Mats na zijn lange afwezigheid en zijn blessure vorig jaar nog niet op het niveau is van voor die blessure. 1. 2. Mats is 30 jaar. Heeft nog een contract tot volgend seizoen. Dus het is het laatste jaar als club niet verlengd om er nog wat munt uit te slaan. En er is het geval en het precedent Ruud. We hebben Ruud in feite als dertiger een te lang contract gegeven. En ik denk dat Club Brugge een lesje geleerd heeft. Dat laatste jaar hebben we niks gehad aan Ruud, maar hebben we wel maandelijks die som moeten neerleggen. Ik denk dat Club Brugge nu overtuigd is dat ze geen lange contracten mogen aanbieden nog aan dertigers. Ik denk dat Hans vorig jaar en Simon, dat dit de laatste twee der Mohicanen zijn die als dertigers een lang duur contract hebben kunnen tekenen. En ik vrees dat voor Mats het einde verhaal is en de link met de Moves. Daar heb ik geen goed gevoel bij, want het is normaal dat dat gevoelig ligt. Ik hoop, als we moeten afscheid nemen van Mats, dat het dan eerder buitenland, richting buitenland is. Maar ik begrijp Club Brugge, zeker door de komst van Zinkernagel en Hugo Vetlessen, hebben we toch op die aanvallende middenveldpositie op de 8 nu toch wel twee valabele pionnen. En Mats is op is 30 jaar. Ik kan er mij wel iets bij voorstellen dat er nu gepraat wordt met potentieel nieuwe of andere teams. Ik vind het jammer voor Mats. En mocht het 3 jaar geleden geweest zijn, dan zou Club, denk ik, Ruud-gewijs wel een langer contract hebben voorgesteld. Maar na wat we met Ruud Vormer hebben beleefd, denk ik dat Club dat niet meer zal doen. Dus ik begrijp het wel. Ja, ik moest spontaan een beetje denken. Ik ben 3 weken of 4 weken geleden naar Matthew Ryan geweest in Amsterdam. En dan ook heel wat met hem gebabbeld. Ook tijdens interview is ook te sprake gekomen, want dat er ook voor hem destijds interesse was vanuit Paars-Wit. Heeft toen ook gezegd en uitgelegd van ja, soms moet je keuze maken wat hij niet per se wilt, maar die ook toevallig zou zijn. Ja, zijn contract loopt af van Mats Rits hier bij Club.
En ja, er ligt een 3-jaar contract klaar bij in Brussel. Dus het is ergens vanuit het spelerperspectief wel 100%... Allee, wel te verstaan dat hij zoiets in overweging neemt, ook al is het een grote rivaal. Want bij club, ja, kan dat hij nog verlenging krijgt. Kan ook zijn van niet. Hij heeft nog maar een contract voor jaar. En bij Anderlecht, ja, heb je die zekerheid dat hij er minstens 3 jaar nog kan voetballen. Waarschijnlijk ook een belangrijke rol in die ploeg. Een mooi financieel contract wellicht ook. Dus ja, dat speelt ook allemaal mee. Maar natuurlijk, Matthias, ja, naar Paars-Wit. Het blijft wel steken. Hè. Ik zie het echt nog altijd liever niet gebeuren. Ja, iets in mij zegt nog altijd, is het geen drukmiddel langs de kant van Rits om die contractverlenging bij club af te dwingen? Het kan zomaar, maar zoals Hans zegt, ik zie club echt geen +2, +3 seizoenen geven. Dat zou wanbeleid zijn, letterlijk, financieel gezien, dat bedoel ik. Hè. Want niet vergeten, Mats heeft een zwaar contract bij club, speelt ook in de geest van club, van het bestuur bedoel ik dan. Ik versta Rits, want trouwens, hij zit momenteel op Anderlecht onderhandelingen te voeren. Ik versta hem. Ik bedoel, je krijgt +3 jaar aangeboden, dus tot je minimum jouw 33ste, aan een mooi loon. En hij wordt ook op het middenveld de absolute patroon. Want op dit moment, het middenveld van Anderlecht, ja, trekt letterlijk op niks. En Rits gaat daar echt wel de Hans van Aken zijn van het middenveld bij Paars-Wit. Gaat hij een sportieve meerwaarde bieden aan Anderlecht? Dat betwijfel ik wel, want ik vind wel altijd dat Rits een zeer nuttige kernspeler is voor club. Gaat hij nu echt gaat ons heel veel pijn doen, niet alleen tegen ons, maar ook tegen andere teams? Dat betwijfel ik. En het, om de een of andere reden zou het mij iets minder steken dan bij andere spelers. Maar ja, ik zie hem natuurlijk, en het is exact hetzelfde als Hans, ik zie hem veel liever vertrekken naar het buitenland of naar een Standaard eventueel dan bij MOV. Dus dat staat vast. Maar wie zijn wij om te zeggen tegen Mats van nee, blijf nog een jaartje en dan zet jij einde contract en dan heb jij niks. Dus voilà, als hij kiest voor Anderlecht, kiest hij gewoon voor zekerheid en ook financiële zekerheid en ook wat speelkansen. Want je mocht ervan zeker van zijn dat Riemer die meteen in de ploeg gaat droppen en dat hij daar titularis gaat zijn. Dus ik zie het niet graag gebeuren, maar als het zo is, dan ga ik er ook geen drama om doen, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Hans, ik ga je ook de stelling van de week voorschotelen. Die kwam binnen van Dieter Fontaine. Welke middenvelder zie je liever blijven bij club? Mats Rits of Kasper Nielsen? Want die liggen een beetje alle twee in de weegschaal met elkaar, alle twee 6, alle twee in 8-positie. Ja, dat is de stelling van de week. Ja, de perceptie rond beide spelers zit niet goed. Dus zowel Rits na zijn blessure als rond Kasper Nielsen waren de verwachtingen heel hoog. Na zijn topseizoen bij Union, vorig jaar is het er niet uitgekomen, mede omwille van blessure. Maar in mijn beleving is Kasper Nielsen eerder een wissel voor Onyedika en een stand-in voor Onyedika op de 6, samen met Odoi. Ik zie Onyedika als nummer 1 als verdedigende middenvelder en dan Kasper als nummer 2. En ik zie Hugo als nummer 1 wat de aanvallende middenveldspositie betreft, met Zinckernagel dan als stand-in. Dus wat mij betreft is Rits, als Deila ook zo denkt en het bestuur, eigenlijk de speler waar ik ook eerder zou afscheid van nemen. En ik zou Kasper behouden als doublure voor Onyedika, net voor de verdediging. En dan heb je daar nog Hans op de 10. Hugo op termijn kan daar ook wel spelen. En als ik dan toch een keuze moet maken en stelling moet nemen, dan zou ik Mats eerder laten vertrekken dan Kasper Nielsen. Ja, ja, oké. Dat is een duidelijk antwoord. Ja, we zijn altijd bezig met de centrale verdediger ook, Matthias. Er zijn toch enkele namen die de ronde wat deden, hè, afgelopen week. Ja. Het is vooral op Twitter van toch wel gekende journalisten, maar nog niet echt overgenomen door de Belgische media. Ager is daar een speler van. Ager is een Noor, als ik me niet vergis. En het is een 25 jaar, speelt momenteel bij Brentford FC.
En Deila kent hem van zijn periode bij Celtic. En de anekdote rond Agger wilt dat Deila daar is gebleven van 2014 tot 2016. En hij heeft zelf voor de transfer gezorgd van Agger naar Celtic. Maar toen is Deila vertrokken uit Celtic. Dus eigenlijk is die Agger speciaal op vraag gekomen van Deila. Maar is Deila toen vertrokken naar zijn nieuwe ploeg. Dus ze hebben eigenlijk nooit samengewerkt, maar het is wel Deila die hem heeft laten komen. Dus dat is een beetje anekdotisch. Het is een, ja, toch een speler met, ik denk, een marktwaarde van 18 miljoen, heb ik gelezen, denk ik. 16 of 18 miljoen. Ja. En, maar heeft wel een jaar amper gespeeld tot niet gespeeld vorig seizoen door heel veel blessures. Dus dan hou ik altijd mijn hart vast, want ik denk altijd aan Dedrick Boyata bij zo'n gevallen. Maar dat Agger geweldige kwaliteiten heeft, dat spreekt voor zich. En dan nog twee spelers van de Ligue 1. Anthony Rouault, Franse centrale verdediger van Toulouse. En vandaag nog Estève, een zeer goede centrale verdediger van Montpellier. En dat zijn allemaal spelers die een marktwaarde hebben rond het 7 à 10 miljoen. Dus het mag wat kosten voor club, heb ik de indruk na het vertrek van Abakar Sila. En ik stel mij de vraag, en ik stel misschien de vraag naar jullie jongens, moeten wij nu twee centrale verdedigers halen of eentje? Want oké, Spileers voor mij moet alle kansen krijgen dit seizoen, spreekt voor zich. Maar gaat hij een diepe krijgen en dan moet je weer spelen met good old Brandon Mechelen? Voilà, is ja. Één genoeg of moet er twee bij komen? Persoonlijk zou ik er maar... Allee, als je vraagt aan mij, stel ik zou er persoonlijk maar eentje halen. Maar ik geloof er is ook wel, en dat heb ik ook in deel als zijn interviews geleden, dat hij wel ook nog rekent op Dedrick Boyata, die terug zou komen uit blessure. Het is natuurlijk, ja, heeft geen beste beurt gemaakt afgelopen seizoen. Maar wie weet, ja, kan hij hem toch rehabiliteren, terug op scherp krijgen. En dan heb je nog inderdaad nog Brandon Mechelen achterhand. Ook een Odoi kan ook nog centraal spelen, als het echt nodig zou zijn, of een Meijer in moeilijkste geval. Vergeten we niet eentje van 4 miljoen die we gehaald hebben vorig jaar voor Next? Antonius. Ja, wel, kijk. Dus ik zou persoonlijk zou ik voor één gaan. En we hebben een goed track. Eén, ja. Ik zou persoonlijk gaan voor één goede in plaats van twee halve. Dus beter één heel goede dan twee halve. Onze scoutingcel heeft een goed trackrecord wat betreft centrale verdedigers. Nsoki, Kusunu, Sila, Deli, die zijn allemaal in feite voor veel geld vertrokken. Denswil is een vijfde. We hebben het moeilijker op de spitspositie. Maar ik zou voor, en het profiel werd al eerder geschetst door Matthias, ik zou gaan voor één met ervaring, met leiderscapaciteiten, voetballende capaciteiten, goede voetjes, uitvoetballend vermogen. En met Spileers die in zijn schaduw kan gedijen en nog meer ervaring en gestuurd kan worden. Een beetje zoals in Brussel, met Vertongen en de Bast die toch ook enorm gegroeid is met aan zijn zijde Vertongen. Dus ja, wat mij betreft één goeie, geen twee, want anders blokkeert die Ordóñez, die toch ook een goeie of een mooie toekomst wordt toegemeten en zeker. Na zijn 4 miljoen transfer van vorig jaar hangt daar toch ook wel een investering aan die zijn hals. Dus ik zou één stevige... Sorry? Ja, en voor mij mag het een Toby Alderweireld-achtige transfer zijn. Mm-hmm. Dus iemand met, die 32, 33 is, maar die echt wel overduidelijk nog kwaliteiten heeft. Maar het mag even goed een jongere speler zijn van 24, die ook over, zoals Vetlessen, over de nodige leiderschapskwaliteiten beschikt. Dus op zich, leeftijd maakt me niet uit. Wat ik wil hebben, is iemand linksbenig. Dat is cruciaal. En voor mij moet hij linksbenig zijn, eigenlijk, die centrale verdediger. En dat moet iemand zijn die overduidelijk beter is dan Brandon Mechelen. Want Boyata, Jack Hendry, dat zijn goede centrale verdedigers of oké centrale verdedigers, maar die zijn allemaal op papier niet beter dan Brandon Mechelen. En nu is het echt tijd om die stap te maken van Spileers zijn kans geven, 100%, en dan die linker centrale verdediger die de absolute patroon moet worden van de clubverdediging. En dan kan Brandon Mechelen nog altijd die wedstrijden in de Conference League of in de beker of een keer als iemand uitvalt met een blessure, met een schorsing. Ja, en hij zal zijn matchen spelen, altijd. Maar Brandon Mechelen mag niet een absolute titularis zijn dit seizoen, want dan heb je wel een probleem, vind ik. Mm-hmm. Ja. Oké, tot zover de transfer-update.
komen er nog sowieso heel veel aan de komende weken. Als allerlaatste gaan we nog eventjes vooruitblikken op onze volgende wedstrijd in de Jupiler Pro League. En dat is die naar de Oostkantons, naar Eupen. Hans, en als ik aan Eupen denk, dan denk ik aan afgelopen seizoen. En dan denk ik vooral aan het feit dat we daar echt nog iets goed gemaakt hebben. Dat was een heel pijnlijk verlies. We zijn er wel voor gekomen, als ik me goed herinner. Maar dan 2-1 verlies, heel pijnlijk. Ik herinner mij nog Hans van Aken, die zei, ja, ik weet niet wat wij feiten hier lopen te doen. Er is geen match aanpak. We zijn nog niet op elkaar ingespeeld. Langs de andere kant, Eupen is natuurlijk heel goed begonnen. Weliswaar 2-2 nog moeten toestaan thuis tegen Westerlo. Maar als je 0-1 gaat winnen op Genk, dan is dat toch wel beste referentie. Dus ik verwacht ook een laag blok. Geen open spel zoals op Westerlo gisteren in het Kuipke. Die mannen staan met 4-6 te blinken. Ik laat me wijsmaken dat we met 1000 fans, dus dat we een dubbele tribune krijgen achter het doel. Ik hoop dat we massaal zondag om 4 uur Club Brugge daar kunnen steunen. En verbaal ze naar die overwinning kunnen schreeuwen, want ze moeten bevestigen wat ze gisteren hebben getoond. Maar goed, in aanloop naar deze wedstrijd heeft onze vriend van de show, Nico van Halen, even De 11 starters van vorig jaar opgesomd. Mignolet, Nsoki, Hendry, Mata, Sobol, Balanta, Nielsen, Hans, Skov, Noah en Jutgla. Met een beetje geluk spelen 4 van die 11 zondag. Want Nsoki is vertrokken, Hendry, Mata, Sobol. Balanta zit nog in de B-kern. Noah is weg, Jutgla is nog geblesseerd. Ja, 4 van de 11 mogelijks. En als Kasper op de bank begint, 3 van de 11. Dus we hebben toch wel een metamorfose doorgemaakt. En hadden we niet gezegd op het einde van vorig seizoen, er moet een reset komen. Dus ja, we zijn bezig aan die reset. Hè. Dus met Zinkernagel nog op komst. Met een eventueel nieuwe centrale verdediger nog. Ja, in feite doet Club Brugge wat wij wel hadden verwacht. Namelijk de ruggen, die dynamiek, ja. Ook de keuze voor Ronnie Deila kadert daarin. Maar goed, het blijft natuurlijk een linker verplaatsing. Maar ik heb er wel een goed oog op. Ja, en als we aan vorig jaar ook terugdenken, Matthias, denk ook aan die 7-0 terug tegen Eupen thuis, waarin we ons kwalificeren voor play-off 1. Dus in de gietende regen, en, absoluut. Een mooie herinnering. Om af te sluiten, ga ik jullie nog een pronostiekje vragen voor de beide wedstrijden die eraan komt tegen AK Akureyri en Eupen. Matthias. Ik zeg 3-0 donderdag. En op Eupen verwacht ik iets meer efficiëntie. En dan ga ik voor 1-3. Oké, 3-0, 1-3. 6 doelpunten, eentje tegen. Dat is niet slecht. Hans? Ik had 4-0 opgeschreven en 1-3, dus die 4-0 voor donderdag, dat kan ik weer houden. En aangezien dat Matthias 1-3 heeft gepronosticeerd, ga ik voor 1-4 opheuven. Met wat meer efficiëntie. Ja. Oké, ik ga voor 2 clean sheets gaan. Ik ga voor een 6-0 tegen Akureyri en een 0-1 op het veld van Eupen, net als afgelopen zondag. Voilà. Allemaal positieve pronostieken, dus kijk. We kijken er al naar uit, naar komende donderdag en komende zondag. Voilà. We zijn helemaal ook op het einde gekomen van deze tweede aflevering van het seizoen van de klokken. Zoals gezegd, volgende week de jubileum-editie. Matthias, we zijn er al twee al het langst van al bij de klokkenpodcast. Dus wel heel leuk dat we die samen kunnen doen. Dus ja, dat wordt nummertje 100 dus van de Klokkenpodcast. Ik ga ook Hans bedanken voor er vandaag opnieuw bij te zijn en zijn deskundige mening en mening te geven hier in onze podcast. En ga ik ook de luisteraars bedanken om te luisteren en te kijken. Volg ons zeker op Twitter en op Instagram op de Klokkenpodcast. En op YouTube kan je ook onze afleveringen bekijken. Tot volgende week, tot een nieuwe aflevering van de Klokkenpodcast.